Dit is de Shabir Show, het Shabir Burhani. Ik was Flikken Maastricht aan het kijken, een interessante Nederlandse politieserie. 15e seizoen. Maar tegelijkertijd heb ik lekker gekookt. En raad eens wat ik vandaag gekookt heb. Koken met Shabir. Ik heb niet vanaf het begin een vlog opgenomen. Hele procedure van koken, maar ik ga jullie het eindresultaat laten zien. Kijk hoe lekker het eruit ziet. Wauw. Heerlijk. Wat zit er allemaal in, denken jullie? Groente, pasta. Er zit zelfs haring in. Bonen, echt van alles en nog wat. Het is echt lekker. Alhamdulillah. We gaan lekker opscheppen. Kijk eens aan. Lekker, gezond, relatief goedkoop en gewoon zelf gekookt. Ja, hallo dames en heren, een hele goede avond. Het is zaterdagavond, omstreeks 7 uur. En het is best wel koud, koude wind buiten. En volgens de verwachtingen zullen we de eerste sneeuw krijgen van deze maand, zeg maar. En vanavond om middernacht gaat het overal beginnen. Het kan zelfs 10 tot 20 centimeter worden. En het weer wordt zelfs, het gaat bevriezen. Het kan zelfs min 10 tot min 20 graden worden. Dus Snowmageddon komt eraan. Ja, sneeuwjacht wordt het ook wel genoemd op Twitter. Dus ik ben benieuwd. Aan de ene kant hebben we straks om 9 uur een avondklok. Aan de andere kant krijgen we sneeuw. Het gaat in de nacht helemaal bevriezen en veel sneeuw gaat er vallen. Ik heb er eigenlijk wel zin in. En ik zag net in een vandaag dat heel veel jongeren mentale problemen hebben door de avondklok en quarantaine en alles wat met corona te maken heeft. Dus dat is best wel triest. Daarom ik ga de jongeren een beetje blij maken door leuke vlogs voor hen te creëren, zodat ze daarvan kunnen genieten. Tijdens deze deprimerende, donkere coronatijden. Jullie zien de Witte Kerk in het centrum van Noordwijkerhout achter mij. Prachtig. Kijk eens aan. De predikant heet Mandemaker Dieleman. En elke zondag heb je een eredienst van 10 uur. Het is een protestantse gemeente. Hartstikke mooi. Oké, we gaan verder. Het is best wel rustig vanavond. In het centrum van Noordwijkerhout, iedereen is thuis. We zijn weg aan het vluchten alvast voor de storm die op ons gaat afkomen vannacht. Ik voel het nu al eigenlijk, het is best wel koud. Maar ik ben benieuwd, het is jaren geleden dat we zoveel dikke paklaag sneeuw hebben gehad. Dus ik ben benieuwd of ze het echt gaan waarmaken. Allah subhanahu wa ta'ala ervoor gaat zorgen. Dat er inderdaad zoveel sneeuw gaat vallen. Het zal wel mooi worden, vind ik. Morgen worden we wakker op zondag en overal is het gewoon sneeuwwit. En dan ga ik een mooie vlog voor jullie opnemen. Gaan we lekker genieten. Ja toch, waarom niet? Kijk, daar hebben we een Indonesische restaurant. Is ook open. Ja, ik zie sommige mensen hun hond uitlaten. Dat mogen ze straks om 9 uur ook doen. De winkels zijn sowieso dicht. Supermarkten gaan straks dicht. Dus ik ben benieuwd. Er zijn geen jongeren vanavond. Iedereen zit thuis. Heeft met het weer te maken. Ik hoor het lawaai van harde wind al. Ik moet eigenlijk handschoenen aandoen. Want mijn vingers zijn een beetje aan het bevriezen. Mijn handen. Maar ja, ik heb toch maar weer een mooie vlog voor jullie opgenomen. Hier bij de Dirk van den Broek. Mensen zijn nog snel overal een beetje aan het hamsteren, boodschappen aan het doen. Maar vooral die mensen die iets ver weg wonen van supermarkten. Want misschien kunnen ze morgen niet zo makkelijk met de auto nog rijden. Hè? Overal zijn wegen glad en een beetje geblokkeerd door sneeuw.
Dus vandaar. Maar het komt wel goed, beste mensen. Maak jullie geen zorgen. Jongeren, niet stressen. Niet depressief worden. Het geloof zal jullie redden, inshallah. De islam, iman en taqwa. Goede daden verrichten. Smile, glimlach. Maak je geen zorgen. Wij komen er doorheen. Wij komen er sterker uit. Met de hulp van Allah. En door het kijken naar de Shabir Show. Ja toch, tot later. Dit is de Shabir Show. Het Shabir Burhani.